Hallo iedereen, ik ben Ralf de Gamer en dit is het GTA 5 Auto Nieuws met vandaag de Karin Intruder Sedans. Ik ga deze auto de cijfers geven voor de snelheid, de stabiliteit, de remmen en de sturing. Laten we beginnen. Het aparte aan deze auto vind ik wel de achterlampen. En je ziet hem ook niet heel vaak rijden. Eerst de snelheid. Hij is wel goed met de snelheid in ieder geval, vind ik. Oké, dat was nog niet eens de topsnelheid. Ik zal proberen of ik zijn topsnelheid kan halen. Dit is volgens mij bijna zijn topsnelheid. Dit is zijn topsnelheid. Dus dat was wel goed. Zijn snelheid geef ik een 9,5. Of nee, 9. En de remmen, ook een 9. En het sturen. Dat is ook wel goed, een 8,5. Alleen hij slipt wel snel. Maar voor de rest is het een goede auto. Voor de rest is het een erg goede auto. Ja. Stabiliteit is ook erg goed. Net ook over die dingen. Hij vliegt wel snel. Maar de stabiliteit is wel goed. En het is wel een erg coole auto, vind ik. En ik ga wel even het interieur laten zien. Dit is het interieur. Best wel mooi. Nou, niet heel erg, maar wel een beetje. Ja, alleen de radio is niet. Dat is alleen niet echt van deze tijd. En dat dashboard ook niet echt, weet je wel, nu hebben we allemaal lampjes erop en zo. Voor de rest is het een mooie auto. Apart ook, vooral de voorlampen en de achterlampen. Dat is de toeter. En geef een likeje en een subscribe voor meer, zou ik zeggen. En PS, dat krasje dat zat er al op. Toen ik het GTA 5 auto nu zo ging doen. En de velgen zijn ook erg mooi. Ik vind het een hele erg mooie aparte auto. En vooral de achterlamp vind ik ook mooi. Dit was het einde van het GTA 5 auto nieuws. Geef een likeje en subscribe voor meer. Dag.